Goedendag allemaal, vandaag weer een nieuwe video. En vandaag heb ik echt een hele leuke video, tenminste dat vind ik zelf. Want ik heb namelijk nieuwe wedges in de tas. Ik heb namelijk nu de Cleveland RTX 6 in de Tourwreck uitvoering in de tas zitten. Dus ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ik ben echt heel erg zin om deze video te gaan maken. Want wat ik ga doen, ik ga ze namelijk vergelijken met de wedges die in mijn tas zaten. Namelijk de Vokey SM9. Ik heb die anderhalf jaar of zo geleden aan laten meten. En ik was daar best wel tevreden over. Maar ik merkte nu wel dat vooral de sand wedge, die begon echt wel wat slijtage te vertonen. Ik heb daar gewoon heel veel ballen mee geslagen, heel veel les mee gegeven. En dus ook veel in de bunkers gebruikt. En dat zie je nu gewoon terug. Dus het was tijd om nieuwe wedges aan te gaan schaffen. En die heb ik nu aangeschaft, zodat ik ook goed kan voorbereiden op het wedstrijdseizoen weer van volgend jaar. Zodat ik helemaal gewend ben aan die wedges. Dat ik met trainen al goed erin zit. Dus ja, dat is de reden dat ik nieuwe wedges heb aangeschaft. Ik heb wel mijn wedge setup wat aangepast. Ik heb namelijk de hoeveelheid lofts heb ik veranderd. En dat is wel even spannend, want ik speel al jaren met dezelfde hoeveelheid lofts. Dus dat gaat wel even aanpassen zijn. Dat is ook de reden waarom ik ze nu al gekocht heb. Ik ben namelijk geswitcht van een traditionele 52, 56 en 60 graden setup, wat ik had in die Vokey wedges, ben ik naar een 50, 54 en 60 graden gegaan. En dan zou je misschien afvragen, waarom heb ik dat gedaan? Nou, dat heb ik gedaan omdat ik de shaft veranderd heb. Ik ben namelijk naar de Acra I-series gegaan, in de 130 wedge variant. Dus de Acra's zijn hartstikke stabiele shafts en die hebben een speciale wedge shaft gemaakt. Ook weer 130 gram, dus dat is ook wat ik gewend ben van de X100 die nu in mijn wedges zitten. Dus dat is wel prettig. Maar omdat het een echte wedge shaft is, kan ik daar iets meer spin mee genereren. En omdat ik dus meer spin kan creëren, heb ik ook iets meer controle als het goed is. En kan ik dus de bal beter stoppen op de greens, maar heb ik ook gewoon meer stabiliteit in de lucht. Maar omdat ik dus meer spin ga creëren, moest ik wel iets naar beneden in de lofts om ervoor te zorgen dat die ballen niet in één keer veel te hoog zouden gaan en geen afstand meer zouden kunnen halen. De reden dat ik wel voor de 60 ben gebleven, om de 60 heb gehouden, is gewoon meer omdat ik daar wel die hoge flopshots mee wil kunnen spelen rond de green. Dus dat is meer een wedge die ik sowieso niet heel erg veel gebruik. Het is een wedge die voor mij echt in noodsituaties gebruikt wordt. Maar die heb ik dus wel nog steeds nodig. En met andere ben ik dus ietsjes naar beneden gaan in de loft. Om ervoor te zorgen dat al mijn gappings weer goed uit zouden komen. Dat moet ik nog wel even gaan testen. Dus we gaan zo meteen nog de par 3 baan op. En daar ga ik nog testen met pitchen en met full swing doen. Maar we gaan nu chippen. Ik heb nu een chip hier. Ik heb normaal gesproken hier niet een 60 graden voor. Maar ik wil gewoon die twee even goed tegen elkaar kunnen vergelijken. Dus dat is wat we nu gaan doen. Ik ga gewoon chippen naar de eerste vlag. En de 60 zou niet de club zijn die ik normaal gesproken daarvoor zou gebruiken. Ik zou denk zelf eerder een gap wedge of een set wedge gebruiken. Maar puur eventjes voor de vergelijking wil ik nu wel even die lob wedges naast elkaar vergelijken. Dus dat we gaan doen. Maar eerst gaan we dus even kijken wat het gaat doen met die Vokey. Ik heb toen voor die K-variant gekozen omdat dat me toen aangeraden werd. Toen tijdens de fitting, dus dat is de reden dat ik dat toen gedaan heb. En ik ben er op zich wel tevreden mee. Het geeft wel lekker wat stabiliteit. Het geeft me ook de mogelijkheid om wel het club wat open te zetten. Maar niet omdat we hier toch wel vaker wat nattere omstandigheden in Nederland. Niet die wedge helemaal te begraven. Dus ik vind dat zelf wel wat prettiger. En dit is dus precies het probleem wat ik met die Vokeys heb. De ene bal stopt hartstikke goed. En de volgende die rolt dus weer veel te ver door. Het is gewoon niet altijd even stabiel als dat ik zou willen. En natuurlijk is dat ook deels gewoon menselijk zijn. Gewoon human error. Maar ik zoek gewoon meer stabiliteit met mijn wedges. Dus over het algemeen is het een prima resultaat. Maar ja, de verschillen zijn wel vrij groot. En dan nu de Cleveland wedge. Ik heb het de bal even opgeraapt, anders liggen ze in de weg. Maar ik ben benieuwd. 60 graden. Dus we gaan kijken wat het gaat zijn. We zagen dus met die Vokey vooral heel veel instabiliteit in een stukje hoogte, maar ook in afstand. Dat vind ik sowieso met die wedge best wel moeilijk om dat te controleren. En ze stoppen niet super snel. Maar deze wel. Balflut is echt veel lager. Dat betekent in ieder geval dat de bounce goed zijn werk doet. Dus dat is fijn. En de spin.
dat is wel een stuk prettiger. Oké. Ik zou normaal gesproken nooit een 60 pakken voor deze situatie, maar ik denk dat ik nu vaker een 60 ga pakken voor deze situatie. Het geeft zoveel meer controle, ja. Op. Oké, dus dit is wel wat ik wilde. Ja, ik heb niet iedere bal goed geraakt, maar dat blijft ook gewoon een menselijke fout. Die ene bal was echt heel slecht. Maar ik heb wel meer controle met deze wedge. Ik heb een stuk meer spin, dat kan ik gewoon al zien. Die bal ligt gewoon veel sneller stil. Maar ik heb vooral meer controle op het moment dat ik de grond raak. Dus de bounce doet gewoon goed zijn werk. En dat met die foggy was het wel oké, maar niet helemaal wat ik wilde. Dit is echt wel lekker. En de bal is veel lager. Dus die groeven doen echt wat ze moeten doen. Ze pakken die bal echt. Ik kan die bal lekker laag launchen. En dat is precies ook wat ik wil. Dus dit geeft me wel goede hoop voor wat zometeen nog moet komen. Want we gaan zometeen dus nog naar de par 3 baan. Ik ga daar mijn pitches nog doen. En mijn full swings nog doen. Dus ik hoop dat goede stabiliteit ook weer gaat geven. Net zoals ik hier eigenlijk had. Oké, we zijn nu op de 8e hole van de par 3 baan. En hier kunnen we eens goed gaan testen met pitchen. Hoeveel spin we nu gaan hebben. En of er een groot verschil is tussen de nieuwe en de oude wedges. Trackman staat natuurlijk aan, dus daar kunnen we ook mee zien wat er dan gebeurt. Ik ga spelen expres van de mat, want op die manier kunnen we gewoon dat beter controleren. Is de ondergrond gewoon altijd gelijk. Dus dat scheelt dan wel. Het is nu ongeveer 45 meter. Dus dat is de afstand die we gaan proberen te spelen. Dat is niet een afstand die ik heel vaak speel met een sand wedge. Want normaal gesproken speel ik een 40 of 50 meter schot met een sand wedge. Maar nu, omdat ik dus die 54 graden heb in plaats van 56 graden, denk ik wel dat nu de afstand gaat zijn die ik met die wedge makkelijker kan gaan spelen. Dus daarom gaan we dat nu toch gewoon doen. Ik ga beginnen met mijn eigen wedge. En, nou, het zijn altijd mijn eigen wedges. Maar ik ga beginnen met de Folky wedge. En daarna ga ik 5 ballen spelen met de Cleveland. En dan kunnen we daarna aan de hand van de spindata die we natuurlijk kunnen verzamelen met Trackman, kunnen we dan zien wat het grote verschil is tussen die twee clubs. Ik speel trouwens alles gewoon met Pro Shawn, de bal waar ik normaal gesproken ook mee zou spelen. Ze gingen beduidend allemaal een stuk verder. Dat is sowieso iets wat vrij duidelijk was. Ja, als we even nu gaan kijken naar de tabel. Dus als we dan gaan kijken naar de tabel, dan zien we dus het volgende. Wat ik helemaal vergeten was om uit te leggen, is wat al deze datapunten nu betekenen. Dus dat ga ik even in het kort uitleggen. Wat we hier zien in de meest linker kolom is de carry. De carry afstand is de afstand die de bal gevlogen heeft. De trackman kan dat alleen maar meten. Dus de total, wat ernaast staat, is een berekening. Hij kan niet zien wat de totale afstand is geweest, want hij ziet de bal niet rollen. Maar hij kan de bal wel zien vliegen. Dus de carry is redelijk accuraat, die moeten we echt wel als waarheid aannemen. Total is dus een berekening. De club speed was gewoon de snelheid van de club. Die wordt berekend in miles per uur. Dat is gewoon de standaard die we gebruiken in de golfwereld. En de balsnelheid staat ernaast. Ook dat is in miles per hour. De spin rate is de omwentelingen van de bal per minuut. Dus het aantal omwentelingen wat hij per minuut maakte. Een bal vliegt natuurlijk geen minuut, maar dat is wel de maatstaf die we nemen. De attack angle is de hoek waarin de bal geraakt werd. Die heeft hij helaas niet meegenomen. De face angle was de hoek van het clubblad, dus hoe die staat ten opzichte van het doel. Dus bijvoorbeeld de 1.6 die we zien in de ene bovenste rij. Dat betekent dat dat de clubblad 1.6 graden naar rechts toe stond ten opzichte van het doel. Daaronder staat min 1.1. Dat betekent dat het clubblad 1.1 graden links stond van het doel. Dus op die manier kunnen we zien hoe het clubblad stond. Nou, het clubpath is de zwaaibaan en face-to-path is het verschil tussen clubpath en face-angle. Omdat die clubpath niet heeft meegenomen, kunnen we natuurlijk ook niet rekenen wat het verschil ertussen was. Dan in de eerste dikgedrukte lijn die we zien. Dat is het gemiddelde. Dus dat is zo'n gemiddelde van de getallen die erboven staan.
En daaronder staat de standaarddeviatie. En de standaarddeviatie betekent eigenlijk wat de afwijking zou kunnen zijn ten opzichte van het gemiddelde. Dus hoe kleiner die standaarddeviatie is, hoe stabieler je uiteindelijk gespeeld hebt. En dat is wel iets waar ik bijvoorbeeld heel erg naar op zoek ben in mijn spel. Ik hoop dat deze uitleg heeft geholpen om de datapunten beter te begrijpen. En er niet een weerwar van allemaal getallen en datapunten op het scherm te laten zijn. Dus ja, we gaan weer lekker verder met de video. De 56 had meer spin dan de 54. En op zich is dat ook niet heel erg raar. Want we hebben gewoon 2 graden meer loft. Dus daar zou dus ook iets meer spin moeten genereren. Er zit zo'n ongeveer 300 RPM aan spin tussen. Dus dat is wel wat. Maar nog steeds lag de bal redelijk snel stil. Wat we wel veel duidelijker zien, en dat is wel uiteindelijk waar het mij om ging, is dat de carry en de totale afstand, daar de spreiding tussen, is gewoon veel stabieler. Waar het eerst met de foggy wedge, dus de carry afstand, een verschil had van een standaarddeviatie van 3,3 meter. Dat is echt wel veel. En uiteindelijk een totale afstand verschil van 2,8 meter. Ga ik nu naar 2,1 meter verschil in de carry en 1,9 meter verschil in de totale afstand. Dus ja, omdat ik natuurlijk nu met minder loft speel, heb ik iets minder spin in verhouding met de 56. Maar over het algemeen is de bal dus veel stabieler. En dat is natuurlijk wel waar het mij uiteindelijk echt om ging. Dus ja, op zich ben ik daar dik tevreden mee. Had ik verwacht dat de ballen meer zouden spinnen? Ja, eigenlijk wel. En er zitten ook wel wat hoge spinners bij. Er zat er eentje bij van de 7600. Maar we zien bij die foggy wedge ook heel veel hoge spin ontstaan. Maar ja, dat is dus niet helemaal gecontroleerd. Dus het interessante is dus dat er wel, ondanks dat die wedges echt wel oud is, wel veel spin op zat. Maar de stabiliteit, die is er helaas niet. Hetzelfde kunnen we natuurlijk ook gaan doen met volle slagen. En dat is ook precies wat we nu gaan doen. Ik ben op de 9e hol van de par 3 baan en die is normaal gesproken 130 meter. Ik heb het gemeten, hij is nu 133. En dat ga ik gewoon niet halen met mijn gap wedges, want dat is wat ik nu ga doen. Ik ga 5 ballen spelen met mijn 52 en 5 ballen spelen met de nieuwe 50. En eigenlijk zoeken we gewoon weer hetzelfde wat we net ook hadden met de sand wedge. Dus ik zoek ongeveer vergelijkbaar hoeveelheid spin, maar met een kleinere spreiding. Dus dat de stabiliteit van die slagen gewoon veel beter wordt. Want dat is uiteindelijk waar ik naar op zoek ben. Ik zoek meer stabiliteit. Om uiteindelijk zo beter te kunnen gaan scoren. En we doen het hier en niet op de driving range. Puur om ervoor te zorgen dat ik mijn eigen Pro V1's kan gebruiken. Om op die manier gewoon betere data te kunnen verzamelen. De hoeveelheid spin die we met die driving range ballen kunnen halen is gewoon heel erg ongelijk. Dus dat vertrouw ik gewoon niet. Dus ik wil het zeker weten met deze ballen. En daarom dat we het hier doen. De green gaan we dus niet halen. Maar we kunnen wel goede data verzamelen. Als we nu gaan kijken naar de tabel, want dat is uiteindelijk natuurlijk waar het om gaat. Dan zien we nu het volgende. Dus we zien bij de Cleveland, zien we dus wel iets minder spin dan wat we zagen bij de Foki. Op zich logisch, want we hebben dus ook gewoon minder loft. Dus we gaan ongeveer 300 RPM naar beneden. Dat is ook wat we zagen natuurlijk met... net met het pitchen, toen zagen we ook ongeveer hetzelfde. Dus het is gewoon vergelijkbaar. Ja, maar wat we weer hier zien, en dat is uiteindelijk waar het mij om ging, is dus de stabiliteit. De carry en de totale afstand van die ballen van de Cleveland zijn veel stabieler. Ja, de standaarddeviatie is nu 1 en 0,8 meter. Dus 80 centimeter. Ten opzichte van die Fokies die dus 2,7 en 2,5 hadden. Ja, we zien dus gewoon dat... stabiliteit van die 5 ballen die we dan geslagen hebben, ligt gewoon veel hoger. En daardoor hebben we gewoon vele malen betere... Dat is gewoon uiteindelijk gewoon veel meer stabiliteit. Dus dat is wat we willen. We willen ervoor zorgen dat we dus meer stabiliteit creëren. En ervoor kunnen zorgen dat we dus die ballen vaker de afstand spelen die we willen. Dus dit is precies wat ik zocht. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus conclusie. Ik ben gewoon heel erg blij met deze wedges. Ik ben blij dat ik deze wedges gekocht heb. Want... ze geven me echt wel het gevoel en de controle waar ik naar op zoek was. De Foggy Wedges hebben altijd hun werk gedaan. Ik was er eigenlijk wel heel erg blij mee, maar ze gaven vooral de laatste tijd gewoon niet meer het gevoel wat ik zocht. En daarom was ik op zoek naar iets nieuws. En
Ik ben blij dat ik hiervoor gegaan ben. Ik ben blij met de combinatie van shaft die ik genomen heb. Dat ik nu echt een wedge shaft heb. Want ik zie echt wel dat daar heel veel profijt in zit. Ze geven me genoeg stabiliteit voor mijn full shots. Want daar is wel waar ik natuurlijk altijd bang voor ben. Omdat ik best wel een hoge swing snide heb. Maar ze geven meer dan genoeg stabiliteit daarvoor. En rond de green, dat is top. Ja, ze geven veel spin, veel controle. Want wat ik zag met mijn 60, hoe die controle gaat, dat was echt super. Dat is precies waar ik naar op zoek ben. Dus heel erg blij ermee. Zal dus de komende periode even wennen zijn hoe de afstanden precies zich gaan ontwikkelen. Ik weet niet precies wat de afstanden gaan zijn. Maar ik ga gewoon zoals nu ook in de baan gespeeld heb, ga ik gewoon vaak oefenen. Dus dat is wel wat mijn manier is om het te gaan testen. Vond je nou een leuke video en een goede uitleg? Laat dan even een reactie achter in de comments. En like het natuurlijk als je hem leuk vond. Als je deze stijl van video's nou leuk vindt, abonneer op het kanaal. Want elke 2 weken komt er een video zoals dit uit. En misschien is de volgende video wel de video die jouw spel weer kan gaan helpen. Heb je nou een specifieke vraag over een onderdeel? Laat dan even een reactie achter in de comments, want dan kan ik daar weer een nieuwe video over maken. Ik wens je heel veel plezier met oefenen en ik zie je de volgende keer in de volgende video. Tot de volgende keer!